Ja, toch nog even. Ik hoor BBW pleiten voor kleinschalige opvang en humane opvang. Maar zit daar dan ook voor de BBW een grens aan die kleinschalige opvang? Of mag gewoon iedereen in de wereld die een echte vluchteling is naar Nederland komen en dan in een kleinschalige humane opvang gaan wonen? Of zit er een grens aan? Ik heb net namens BVNL een grens van 1000 mensen per jaar genoemd. De vraag is helder. Finland 500. Wat is de grens voor de BBB? Ja. Mevrouw van der Plas, uw microfoon stond nog aan, dus dat is mooi. Nee. Nou kijk, vooropgesteld, iedereen in de wereld heeft recht om asiel aan te vragen. Ik ook. Ik kan morgen naar Londen gaan en aankloppen daar en zeggen ik wil asiel, want ik voel me niet meer veilig in Nederland. Iedereen mag dat. Maar of we iedereen ook moeten toelaten, daar hebben we procedures voor. En die procedures moeten goed verlopen. Het moet niet zo zijn dat ze zeggen, ja, we geven mensen voordeel van de twijfel en dan mogen ze hier wel zijn, want we hebben het zo druk, dan gaan we er in ieder geval snel doorheen. Maar we moeten wel goed kijken naar mensen die gewoon wel echt uit een gebied komen waar ze gewoon anders vermoord zouden worden of waar een oorlog is. En BBB, daar hebben we al eerder voorgesteld, dat is per gemeente 50 mensen in een asielopvang. Nou, als je dat dan... Ik heb dyscalculie, dus ik ga het even niet uit mijn hoofd uitrekenen. Maar als je dat doet keer zoveel 100 gemeentes, dan is dat het aantal wat we redelijkerwijs zouden moeten kunnen opvangen. Dank u wel. De heer Van Hagen. Ja, voorzitter, ik ben het helemaal mee eens dat die procedures in Nederland gewoon heel slecht gaan. 50% wordt toegewezen en dat kan anders. Niet iedereen die hier aankomt, die rent weg omdat hij vermoord aan te worden is. Maar er zijn waarschijnlijk miljoenen mensen in de wereld die wel op dit moment vluchten omdat ze vermoord moeten worden. Gaan we die allemaal dan hier toelaten en toewijzen en ons best doen om die hier te huisvesten? Of zit daar een grens aan? Het is heel makkelijk, denk ik, om gewoon een kwotum in te stellen van 1000 of een paar duizend mensen. Maar die grenzeloze toelating, die moet er toch af? Ook voor de BBB, toch? Mevrouw van der Plas. Maar ze hebben geen sprake van grenzeloze toegang bij BBB. Ik zeg niet van, jongens, kom allemaal maar. Miljoenen, zegt de heer Van Haga. In de wereld. Ja, in de wereld. Maar de heer Van Haga zegt ook van, ja, moeten die dan allemaal hier naartoe komen? Nee, natuurlijk niet. Het lijkt me niet heel verstandig om hier miljoenen mensen naartoe te laten komen. En de kwotum, ik heb al een richting gegeven aan een kwotum. Zojuist, door te zeggen ongeveer 50 asielzoekers per gemeente bijvoorbeeld. Laat het er misschien 100 zijn of 75. En dat is het redelijke aantal wat wij kunnen aan, wat wij aan kunnen. En mij gaat het erom dat, kijk, er wordt hier wel, en daar wil ik me wel een beetje tegen verzetten. Er wordt hier wel een beetje echt in de loopgraven ingegraven. Dus als jij asielzoekers wilt, dan wil jij dus iedereen uit Afrika een tsunami van asielzoekers hier naartoe laten komen. Toen wij een motie hebben ingediend over de pushbacks, en dan heb ik het over de pushbacks van mensen die gewoon met geweld terug de zee in geduwd worden, die vervolgens verdrinken. Ja, ik weet niet hoe iedereen hierin staat, maar ik vind het gewoon verschrikkelijk als dat gebeurt. En toen ik die motie heb ingediend, toen werd het van de rechterkant van partijen, ik zeg niet de heer Van Haga specifiek, toen werd er gezegd, kijk, de BBB is ervoor dat al die Afrikaanse asielzoekers met die Nike en Gucci tasjes Europa komen overspoelen. Weet je, laten we daar een keer mee stoppen. Laten we gewoon reëel zijn. Er zijn mensen in de wereld die op de vlucht zijn. Die met kinderen lopen. Die gewoon, het enige wat die mensen willen is gewoon een veilig huis. Een veilig bestaan. Dat ze niet in de ellende zitten. En ik wil dat wij die mensen humaan behandelen. En die mensen moeten hier een plek hebben. Nee, geen miljoenen. Geen honderdduizenden. Want ik kijk ook naar de mensen in gemeentes. Of het haalbaar, of het uitvoerbaar is, of het draagbaar is. En daar moeten we samen uitkomen. En ik word er echt helemaal, ja, sorry voor het woord, scheidsziek van. Dat we hier de hele tijd zijn. Oh, jij wil dit, dus jij vindt dat. Nee, we moeten gewoon in alle redelijkheid kijken wat een land als Nederland aan kan. Want we maken de mensen in Nederland helemaal gek met deze polarisatie. Mensen die denken, oh, zie je wel, mijn huis wordt afgepakt. Ik kan elk moment op straat worden gezet. Dat is gewoon helemaal niet waar. Dat is gewoon helemaal niet waar. En daar moeten we eens mee stoppen. Ik wil dat we hier een normale discussie voeren over humane opvang voor mensen die echt in nood zitten. En laat je hart daarin spreken en ook laat je verstand daarin spreken. En als we dat met z'n allen kunnen doen, dan denk ik dat we een heel eind komen.
Dank u wel daarvoor. Uw laatste interruptie, de heer Van Haga. Ja, voorzitter, dat is ja, op het gevaar of dat ik... ja, nee, het is een emotioneel betoog en dat is voor rekening van mevrouw Van der Plas. Maar het moet toch altijd een afweging zijn tussen de belangen van de Nederlanders en de belangen van mensen die binnenkomen. En het is gewoon numeriek zo dat er in de hele wereld met 7 miljard mensen miljoenen mensen op de vlucht zijn. En die kunnen we niet allemaal helpen. En als we de poolfactoren in Nederland en al die extra's die ze hier krijgen, een huis en uitkering en alles erop en eraan, dan... Is het niet onverklaarbaar dat ze hier naartoe komen, maar ik ben blij in ieder geval dat de BBB dan aangeeft dat het ongeveer 40.000 mensen is die dan het kwotum zou zijn. Maar dat stop je nog steeds niet, dat kan je wel roepen, hè? Maar dat stop je nog steeds niet als je gewoon iedereen ongebreideld de grens over laat komen. Dus je zult daar toch iets anders aan moeten doen en dat doen we niet. En op deze manier blijft het gewoon één groot vergiet. Ja, het is 50 keer 352, is 17.600. Mevrouw Van der Plas. Dank u wel voor het uitrekenen. 100 keer. 100. Nou. Laten we niet Dim dan maar over een aantallen. Ja, kijk, de heer Van Haga gaat gewoon maar door. Maar ik heb het al gezegd wat ik ervan vind. Ik heb al gezegd hoeveel draagbaar zou zijn voor gemeentes. En hoeveel draagbaar zou zijn voor inwoners. Dus het ongebreidelde hier de grens overkomen. Ja, weet je, ik vind het goed dat we aan de buitengrenzen procedures gaan inrichten waar mensen die dan aan die buitengrens komen daar al een procedure hebben en daar al worden teruggestuurd. Dat vind ik een heel erg goed idee. En ik hoop ook dat Nederland het inziet dat we inderdaad niet gewoon iedereen maar kunnen toelaten. Maar ik wil af van het beeld dat hier allemaal mensen uit Afrika naartoe rennen en met z'n duizenden tegelijk over de grens komen en hier een feest gaan vieren en nooit meer worden teruggestuurd en Nederlanders hun huis moeten worden afgepakt omdat die mensen moeten komen wonen. Dat is gewoon niet een juist beeld. En ik vind het ook niet eerlijk tegenover de inwoners van Nederland. He? Want de heer Van Haga is van belang voor Nederland. Nou, het belang van Nederland is dat we de discussie zeker scherp voeren. Wat kunnen we aan? Maar niet op een manier wat gewoon niet waar is. En mensen thuis, want we hebben het over veilige landen die mensen thuis bang maken. Maar wij kunnen er ook wat van hoor, mensen bang maken. Er zijn echt mensen die denken dat dat gebeurt. Ik krijg dagelijks mails van die mensen. Met grote letters, help ons. Ik ben bang geworden, wat gaan we allemaal doen? En we hebben er allemaal een rol in. En ik vraag dat, het zelf gaat over eigen woorden. Maar ik vraag dat wel. En dat heeft niks te maken met dat je soft bent of dat je alles maar wil toelaten. Helemaal niet. Maar we moeten wel gewoon eerlijk en duidelijk zijn. Ook naar asielzoekers. Ook naar mensen in Nederland. Dat is waar ik voor wil strijden.